De fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Brabant, Paul Smulders, heeft gisteren in Afrika een ramp met een boot overleefd. De boot met 280 opvarenden zonk voor de kust van Tanzania. Er zijn zeker 31 doden gevallen. Smulders is niet gewond geraakt en hij is veilig uit het water gehaald. De Nederlandse ambassade is bezig om Smulders en vier andere GroenLinks-leden zo snel mogelijk naar Nederland terug te laten keren.